Yo guys, ik ben Martijn en vandaag is het tijd voor Panaman. Ik zie jullie al denken, Panaman, wat is dat nu juist? Ik word soms Panaman genoemd omdat ik toch wel redelijk wat skills heb. Maar ik ben er zeker van dat er heel veel andere mensen zijn die nog veel meer skills hebben dan mij. Ik heb vandaag iemand uitgenodigd die wereldkampioen is bij de jongeren in Panna. Mehdi, kom erbij. Yo, ça va, Mehdi, alles goed? Het is misschien wel koud, maar ik denk, jij zit altijd klaar om te voetballen, hè? Altijd klaar om Panna's uit te delen. Jij bent Belgisch kampioen geworden. Ja. En welk jaar was dat? 2015, 2016 en 2018. Driemaal Belgisch kampioen. Maar nog zotter zelfs, jij bent wereldkampioen geworden. Ja, exact. In 2017. Wat? Dus jij bent eigenlijk gewoon de beste van de wereld. Als je het zo mocht zeggen. Je weet dat we tegen elkaar gaan opnemen vandaag in 3 proeven. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Als ik eerlijk ben, ik wil dat niet graag zeggen, maar heb ik eigenlijk wel een beetje schrik. Die gast is gewoon wereldkampioen Panna. En ik moet tegen hem spelen straks. Mas wat? Ik stel gewoon voor dat we met de eerste proef beginnen. Is goed. Ready? Let's go. Oké, okay, veel succes, Mehdi. Aan jou. Niet te veel, natuurlijk. Proef 1 is de public panna. Mehdi, weet je wat dat precies inhoudt? Ik denk zoveel mogelijk panna's zitten aan random mensen die rondstappen. Inderdaad, en daarvoor krijg je 30 seconden de tijd. Wilde jij beginnen of begin ik? Ik ga wel beginnen. Mehdi, besefte jij wat je gedaan hebt? Je hebt 8 keer, denk ik, in 30 seconden door de benen van de mensen gespeeld. Klopt, ja, ja. 8 keer. Helemaal. Ik ben zot onder de indruk. En ja, het ergste van alles is, ik moet dat nu nog gaan verbreken. En ik weet niet of dat zelf menselijk mogelijk is. Het is mogelijk, maar heel moeilijk. Ik wens jou succes, Martijn. Oké, Mehdi, jij had daar juist 8 panna's in 30 seconden. Ik had er 7 binnen de tijd en eentje buiten de tijd. Ja. Dus dat telt niet uiteindelijk. Dat wil zeggen, Mehdi wint deze proef. Gelukkig voor mij zijn er nog 2 andere proeven straks. En hopelijk heb ik daar meer geluk natuurlijk. Hè. Ja. Dus we gaan gewoon beginnen met de tweede proef. Hè. Let's do it. Oké. Okay. Tweede proef draait rond freestyle voetbal, Mehdi. Wij gaan straks elk onze eigen jury zoeken. En die gaan ons punten geven op 10 op basis van onze freestyle skills. Wat gaat straks uw manier zijn om de jury te overtuigen om zoveel mogelijk punten te krijgen? Ik denk al mijn beste trucs laten tonen en ja. Zo spectaculair mogelijk laten maken. Mogelijk. Oké, ik stel voor dat jij begint. Ik geef u de bal en succes, hè, man. Excuseer, zouden jullie graag jury willen spelen voor de aflevering van VTM Kids? Ah. Ja. Dus ik ga gewoon trucjes uitoefenen en dan moeten jullie aan het einde een cijfer van 0 tot 10 geven. Want je bent ook nog niet zo oud en heb echt wel talent. Wat vind jij ervan? Ja, eigenlijk hetzelfde. Je hebt het echt heel goed gedaan. Ik zou dat echt niet kunnen nadoen. Nu zou ik graag een punt op 10 willen hebben. Ja, een punt op 10. 8, ja, 9, hè. Een 9? Dat is echt zot. Ja, ik ga dan voor een 8. Dat doet een gemiddelde van 17, 8,5. Dat is het. We'll be right back.
Het moment is aangebroken. Wat vonden jullie van de show? Dat was mooi. Mooi, ja. Mooi? Ja. Wat vonden jullie van? Ik weet het zeker niet, hè. Heel belangrijk nu. Welke punten op 10 geven jullie mij? 9. Oh, 9, oké. Okay. Een 8,74. Maar ja, nu beginnen we wel moeilijk te doen, hoor. Een 8. Een 9, een 8 en een 8,74. 9 plus 8 is 17. Plus 8,74 is 24,74. A few moments later. 25,74 gedeeld door 3 is, wacht even denken, 8,58. Voor de tweede proef, Mehdi, hoeveel punten op 10 heb je gekregen? Al het gemiddelde van de twee juryleden. 8,5. 8,50 is dat dus. Ja. Ik ga zeggen, Mehdi, ik heb net mijn freestyle skills getoond en de jury heeft mij in totaal een 8,58 gegeven. 0,08. Dat is slim gerekend, dat is heel slim. Oké, maar het staat nu 1-1. Maar er is nog één challenge en dat is de derde, waarin we 1-1 panna gaan spelen. Zie je dat zitten? Helemaal. Oké, dan gaan we beginnen. Hoe kun je winnen door 5 keer te scoren of natuurlijk een panna te maken? Dat is het ultieme natuurlijk, hè, Mehdi? Ja, zeker. Wat denk je? Gaan we beginnen? Ja. 3, 2, 1, start. Gebeurt, Mehdi. De match zit er net op. We hebben in totaal een uur gespeeld. Het was uiteindelijk 5-4. Ook al is er geen panna gebeurd, degene met de meeste goals, 5 dus, die wint natuurlijk. Vond je het een beetje leuk vandaag, Mehdi? Ja, het was heel leuk zich tegen Martijn te kunnen spelen. Het was wel een beetje gemakkelijk, maar... Ik ben blij dat je het tof vond. En ik hoop de kijkers ook. En dan zien we jullie in een volgende aflevering. Peace. Vonden jullie het ook een zalige video? Ik alvast wel. Dus als je meer van deze gekke trucs wil zien, abonneer dan zeker op het YouTube-kanaal van VTM Kids.